Ik sta hier naast de Skinny Lobster. Sinds wanneer ben jij bezig? Sinds september. September? En hoeveel kilo? Al 9 kilo? 9 kilo eraf, ja. Fantastisch. Ja. En hoe voelt u? Heel goed. Goed? Ja, heel actief. Ik ben niet moe, ik heb geen zin in zoet. Nee, hè? Nee. Dat is, super. En de honger is heel goed gestild, dus ja. Ik heb kleine porties nodig. Dus Skinny Love werkt, hè? Ja. Je ziet het, hè? Ja. Ik ben heel tevreden. Ja. Zeg, maar nu vertel je mij juist dat je er soms thee bij doet voor de smaak te verzachten. Ja. De namiddagdrank vind ik iets te pikant. En dan vul ik half mijn shaker met water. En daar doe ik Earl Grey thee of iets met citrus. Citrusvruchten, citroensap kan ook, pompoensap. Ja, wel, maar dat duurt bij mij niet. Maar die thee, wel. Ja. Maar dan doe je warm water. Ja, en dan de rest doe ik koud en dan is dat een lauwe drank en dat is ook lekker. Fantastisch, hè? Oké, super. Ja, het is zeker aan te raden. En pijn de fleur zitten ook? Ja. Ja? Elke morgen, elke middag en elke keer met iets anders. Regelmatig is ook heel belangrijk. Ja. Fantastisch. Ja, en 's avonds eet ik gierst. Of volkoren rijst. En met volle rijst. Rijst, geen volkoren. Nee. Hè? Ja, volle rijst, ronde rijst. En dan doe ik daar stoomzakjes groenten bij. Om snel te zijn. Gaat ook. Maar wel opletten dat er bij de ingrediënten dat er niks anders bij stikt. Hè? Ja. Altijd heel goede ingrediënten lezen, want anders kan het wel zijn dat er extra toevoegingen zijn dan die moest zijn. Nee, probeer zo weinig mogelijk van te kijken dat er zeker geen suiker in zo is. Dat is heel belangrijk. Ja, goed. Allee, Bianca, bedankt. Ja, heel graag gedaan.